Wij staan hier vandaag in Kruibeke bij Frankie Foundations, waar we eigenlijk op een atypische werf staan die om de 7 à 10 werkdagen zich gaat verplaatsen van de ene kant naar de andere kant. Gezien dat hier geen permanente stroom aanwezig is, hebben wij gekozen voor de solaroplossing. De solarmast is onze volledig autonome mast die geen permanente stroom nodig heeft, maar dus gevoed wordt door enerzijds zonnepanelen. En wanneer er niet genoeg zon is, is er een brandstofcel die in gang gaat schieten en op basis van methanol de batterij gaat voeden. Wij zijn hier bezig met het op diverse locaties. Wij werken ongeveer tussen de 7 en 10 werkdagen per locatie. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk om de 1 à 2 weken onze volledige installatie moeten verplaatsen. Inclusief dus ook de beveiliging. En dat vergt natuurlijk wel wat organisatie en flexibiliteit van de partijen waar wij mee werken. Bij elke verplaatsing komt er iemand ter plaatse die opnieuw foto's gaat nemen van wat er in beeld moet komen. En er zal dan achterliggend in ons ARC opnieuw ingetekend gaan worden wat het detectiegebied juist moet zijn. Wij mogen maximaal 2% van het openbaar domein in beeld nemen, behalve in geval dat er bouwhekken staan, dan mogen we natuurlijk alles in beeld nemen, want dan is het geprivatiseerd. Wij hebben hier op deze werf het voordeel gehad dat wij nog geen ongewenst bezoek hebben gekregen. In het verleden is dat wel eens anders geweest. Daarom dat wij eigenlijk niet meer kunnen zonder beveiligingscamera's en dat we die eigenlijk op elke locatie nu ook inzetten. De samenwerking met Bouwwatch is eigenlijk vanaf het begin heel vlot verlopen. Heel flexibel kunnen we samenwerken, wat dan op dit soort projecten wel heel belangrijk is. De allerbelangrijkste tip die ik altijd meegeef bij elke klant, elke prospect, is dat er een wijkagent ter plaatse moet komen om de werf mee te inspecteren. Enerzijds om te zien wat zijn de toegangswegen, wat is het materiaal dat er te nemen valt, wat er beveiligd wordt. Zij gaan dan op die manier een intern PV opstellen, waardoor dat elke ploeg die op die moment aan het werken is, wanneer dat er een alarm binnenkomt, te zien gaat krijgen waar dat ze juist moeten zijn, met hoeveel ploegen dat ze kunnen komen. Dat gaat gewoon de reactiviteit van de politie ook mee verhogen.